Leiderschap is iets waar jij waarschijnlijk meteen ook aan denkt. We hebben het over Trump, we hebben het over Poetin, we hebben het over Gandhi. Allemaal van die grote mensen die op de een of andere manier de leiders van deze wereld zijn of zijn geweest. En het aardige van deze minor is dat je daarna gaat kijken, maar ook heel erg naar jezelf. Wat kan je zelf doen om het beste uit jezelf te halen? Het zijn drie afzonderlijke onderdelen. In het eerste onderdeel reflecteer je op jezelf wat je graag wilt, wat je belangrijk vindt en hoe je daarop kan sturen. In het tweede onderdeel ga je samenwerken in een team met andere mensen aan een opdracht en dan leer je wat het betekent om andere mensen aan te sturen in een team. En in het laatste onderdeel ga je naar een organisatie toe en ga je kijken hoe is leiderschap hier georganiseerd. Wie gaat er over het geld? Wie gaat er over de tijd? En de manier waarop leiderschap georganiseerd is, wat betekent dat voor het succes van die organisatie? Dus op die drie niveaus leer je alles op het gebied van leiderschap. Een heleboel studenten zeggen, ik heb nooit bedacht dat ik op die manier voor mezelf kon gaan formuleren wat heel belangrijk voor mij was. En hoe ik dat kan toepassen in alle leidinggevende situaties om me heen. Dus de studenten die geweest zijn, hebben dit als een hele waardevolle, ook voor zichzelf als persoon, minor ervaren.